Een hele goede avond, dames en heren. Wielerliefhebbers, welkom in Braschaat voor de N8 van Braschaat hier live op ATV vanavond. Het is een mooi concept dat ze hier uitgewerkt hebben. Koers op het hoogste niveau in drie categorieën, zeg maar. Eerst de tijdrit, dan de puntenkoers en dan het criterium. Het criterium, daar gaan we straks live getuigen van zijn. Om 7:55 starten daar 19 renners. Hier op de Bredabaan in Braschaat is dat. De tijdrit en de puntenkoers, die hebben we daarnet al gehad. Daarover zo meteen meer in een samenvattingsblokje. Maar misschien ook even nog verduidelijken waarom er wordt gesproken over de N8 van Braschaat. U zal denken, waarom niet gewoon de nacht van Braschaat? De N staat voor nieuwe 8 van Braschaat. En de 8 van Braschaat, dat is een koers die hier vroeger werd georganiseerd. Tot in de jaren 80 zelfs. En daar was jij, Frank Hosten, in der tijd nog bij, hè, bij die 8 van Braschaat. Ja, dat was een hele boeiende wedstrijd ook, met heel veel publiek. Ook in dezelfde tijdspanne, dezelfde periode van het jaar. Dus het was ook een hele mooie wedstrijd. Ja. Een mooi parcours ook. Zoals vandaag trouwens. En we zijn in Braschaat, dus wie anders dan een bekende Braschaatenaar kan voor ons de interviews doen vanavond. Dat is Karel Huijbrechts. En die staat bij de organisator van deze N8 van Braschaat. Ik sta bij Luc Mattes, organisator en ook de bedenker van dit criterium. En ik moet zeggen, toen u 2 jaar geleden met dit idee op de proppen kwam, dan was er wat sceptisch, een beetje twijfel. Ook bij mij zou het wel lukken. Dit is de 2e editie en er wordt hard gekoest. U had dat voorzien? Nee, zoiets kunnen we nooit voorzien. Het was een idee, dus, maar waarom? Ik kreeg alle kansen van het gemeentebestuur om dit concept hieruit te proberen, om de oude 8 nieuw leven in te blazen. Hè? De nieuwe 8, de N8. En ik denk dat we mogen spreken dat dit een succes is. En ja, dit gaan we voortzetten. Hè? Eerst in Braschaat en dan gaan we naar andere gemeenten. Hè? U hebt wel wat stof doen opwaaien vandaag met een interview in de krant, in de Gazette van Antwerpen, waarin u zegt, ja, in mijn criterium wordt echt gekoerst. Onder verstaan, de meeste anderen, daar worden dingen afgesproken. Dat laat ik in het midden, maar wat we gezien hebben, hebben we gezien. Dus ze gaan echt aan blok hier. Ze gaan echt aan blok. En inderdaad, mijn visie is altijd, koers is sport en in sport wint het beste. En in welke sport dan ook. En ik doe niet mee aan vooraf combines of zwaar prijzengeld betalen voor iemand. Er wordt tot €50.000 voor een coureur gegeven bij een criterium. Hoe haal je dat in hemelsnaam op? Hier niet. Hier spurten ze, rijden ze voor prijzengeld. Inderdaad. Dus de renners starten in een vork van 500 tot 2.500, €3.000. Afhankelijk van hun UCI-klassement. En dan reizen ze voor een prijzenpot. Dus ons geld wordt gespendeerd aan de prijzenpot. En dan zie je wat je krijgt. De mensen rijden de ziel uit hun lijf. Met als extra nog een extra juweel dat kan gewonnen worden. Het mooiste juweel in de Belgische topsport. Dank je wel en gefeliciteerd. Het is een prima wedstrijd. Dank je wel, Karel en Luc Mattes. En u zag daarnet al een paar renners in beeld. Dries de Bonte reed daarbij. Ilio Keijsen zag u ook. We hebben ze daarnet ook allemaal al aan het werk gezien in de puntenkoers. Ze zijn nog even aan het uithijgen van die puntenkoers. We gaan zo meteen eens kijken naar de samenvatting van het eerste onderdeel van de dag. En dat was de tijdrit. Met hier Quinten Hermans, die bij een van de eerste van start ging. Vorig jaar was Hermans tweede in de eindstand van deze N8 van Braschaat. En de man van Telenet, Baloise Lions, doet het opnieuw niet slecht in de tijdrit. Hij doet 3 minuten 29 seconden en 39 honderdste over de 2 kilometer 800 hier in het centrum van Braschaat. Dit is Timothy Dupont, de snelle man van Wanty-groep Gobert. Die doet het ook prima in zijn tijdrit. Dupont iets sneller
dan Hermans. En hier een gepatenteerde tijdrijder hoor. De Nederlander Lars Boom won in het verleden mooie dingen, zoals een rit in de Tour en in de Vuelta, werd ook wereldkampioen. Veldrijden natuurlijk, maar dat is al van 2008 geleden. En Boom die zet een hele straffe tijd neer. 3:26:51. En Florian Sénéchal, de man in het blauw van de Koenig Quickstep, u zag het net, die zat aan de 50:51 per uur. En dit is Ilio Keijse die finisht na zijn tijdrit. Hier hebben we Oliver Naassen, de man die in 2017 was het geloof ik Belgisch kampioen werd in Antwerpen. Oliver Naassen die is er ook bij vandaag in volle voorbereiding voor het wereldkampioenschap. Hier de regerende Belgische kampioen Tim Merlier. Die mocht als op één na laatste van start voor zijn tijdrit, zijn rondje in Braschaat. Merlier, een ploegmaat van de titelverdediger hier, van Dries de Bont. Sinds dit seizoen rijdt Merlier voor Corendon Circus. En hier, Dries de Bont, vol overgave van het tijdritpodium. Hij heeft hier echt een doel van gemaakt. Van die N8 van Braschaat als winnaar van vorig jaar. En hij zet ook een prima tijd neer. Hij komt zelfs in de buurt van die kanontijd van Lars Boom. Maar hij haalt het net niet. Hij strandt op 2/10. Dus deze man is de eerste winnaar van de dag, Lars Boom. 3:26:51 over de net geen 3 kilometer. En hier ziet u de uitslag van de tijdrit. Boom voor de Bond en Dupont. Dan Herman Sénéchal, Keijse Merlier, Jordi van Dingenen, Oliver Naassen en Enzo Wouters. Die sluit de top 10. Wouters, dat is de enige renner van Lotto Soudal aan de start vandaag. Jasper de Buist was ook aangekondigd. Maar die heeft ziek moeten afmelden. Voor de rest zijn alle duo's wel aanwezig. Want het deelnemersveld dat bestaat allemaal uit duo's van verschillende ploegen. En we gaan nog eens even terug naar Karel, want die staat bij Jan Bon. En ik vraag me af, Karel, is het nu excellentie, minister-president of burgemeester? Hoe moeten we hem aanspreken? Hij heeft zelf het liefst dat we burgemeester zeggen, maar wel meneer de burgemeester. Meneer de burgemeester, toen u voor de eerste keer een gooi deed naar de Sjerp hier in Braschaat, dat is ruim zeven jaar geleden, dat was een van de speerpunten, de strijdpunten, niet het belangrijkste, maar het stond wel op uw lijstje, de 8 van Braschaat in ere herstellen. Het ziet er naar uit dat u goed op weg bent om dat te realiseren. Ja, ik denk dat wat we hier vandaag neergezet hebben, dat dat wel fantastisch is. Maar ik moet toch wel zeggen, in die periode heeft de sportcomité van de Bethanie de 8 van Braschaat terug uit de mottebollen gehaald. En eigenlijk is prachtig neergezet, met onder leiding van Dre van Mechelen. Maar ik dacht op een bepaald moment, oké, dit hebben we nu gehad, maar nu moeten we het naar een hoger niveau kunnen tillen. En dat hebben we denk ik wel sinds vorig jaar, zit dat echt wel goed. Vandaag is een topeditie met echt toprenners hier. En ik denk dat de groei in dit scenario zit. Ja, vroeger de 8 van Braschaat, de echte 8 van Braschaat, werd de herkansing van het wereldkampioenschap genoemd. Zover zijn we nog niet. Maar u denkt wel aan een Belgisch kampioenschap. Wel, het is zo dat in 1926, lang terug, dat de eerste keer het Belgisch kampioenschap in Braschaat werd georganiseerd. En het toeval wilde dat eigenlijk juist de 8 van Braschaat, die een paar jaar ervoor gesticht was, toen het Belgisch kampioenschap was. En ik heb de ambitie om in 2026, dus 100 jaar na dat ding, om opnieuw het Belgisch kampioenschap naar Braschaat te halen. De wielerbond, de Belgische wielerbond, is akkoord om dat te doen. En ik ga dat voorleggen in september aan de gemeenteraad. En hopen dat het dat gaat goedgekeurd worden. Maar ik denk het is een stevig project, het is een goed project. Het is 100 jaar na de eerste keer. Dus iets in mij zegt dat dat wel zal lukken. En dan komt in 2026 het Belgisch kampioenschap profrenners terug naar Braschaat. En u moet niet te veel tegenwind verwachten natuurlijk.
Ja, de politiek weet je dat nooit, maar het is een schoon project. Want in 2022 binnen we dan het Belgisch kampioenschap nieuwelingen, dan junioren, dan renners zonder contract, dan tijdrit en dan in 2026 de rit in lijn voor dames en heren. Dus dat is een prachtig project. We hebben ook al de nodige sponsoring daarvoor kunnen vergaren. Dus ik zie niet in dat men daar tegen zou kunnen zijn. Maar formeel moet de gemeenteraad het toch goedkeuren. Wie wint er vanavond? Witte Gaaiet. Nee, Leo. Waarom vrouw het dan? Oké. Dankjewel. Dankjewel, Karel en Jan Bon. Daar ziet u het duo van Telenet Baloise Lions, Corné van Kessel en Quinten Hermans. Quinten Hermans daar straks een prima tijdrit gereden. En Corné van Kessel die heeft ook zijn ding gedaan in de puntenkoers. Daar gaan we nu even naar kijken naar de samenvatting van het tweede onderdeel, de puntenkoers. Om 6:45 zijn ze eraan begonnen voor 15 rondjes. En meteen zat het spel op de wagen, zoals dat heet. Voor de eerste tussensprint die werd gewonnen door Timothy Dupont. En dan kregen we een kopgroepje van 5 met Naassen, De Bont, Keijsen, Hermans en Dupont. Mooi groepje en hier zitten we bij Tim Merlier in het pelotonnetje. Want in totaal 19 deelnemers. Dan gaan we om de twee ronden sprinten. En uiteraard de snelle benen van Timothy Dupont die veel punten pakken. Naast ze ook erg actief. En je ziet het, ze gaan voluit, hè. Om en bij de 50 km per uur steeds. Hier zitten we achteraan bij Kenny de Haas. Die het een beetje moeilijk kreeg uiteindelijk. De kopgroep van 5 die blijft lang vooruit. Rondenlang proberen ze daar naartoe te rijden vanuit het peloton. Dan was het weer Merlier die probeerde. En De Bont die pakt ook een sprintje mee. Daar straks al eens gezegd. De Bont echt gebrand op een tweede opeenvolgende eindzege hier. En hier moeten ze alle zeilen bijzetten om toch maar terug vooraan te geraken. De Bont met Dupont. Telkens weer die strijd tussen die twee. Het is meer De Bont, meer Dupont die het haalt bij de tussensprints. Lars Boom. Die probeert het ook eens in het gezelschap van Merlier om vooraan te geraken. Want Boom natuurlijk zijn leidersplaats te verdedigen na die knappe tijdrit. 6 ronden nog dan in de puntenkoers. En dan is Florian Sénéchal komen aansluiten. En die demareert dan ook vanuit de kopgroep. Ook Corné van Kessel is intussen tot bij die mannen geraakt. Sénéchal pakt dan een paar sprints. Een paar meter blijft hij net uit. Voor die andere, de Fransman van de Koenig Quickstep. Sterke beer. Liet al prima dingen zien in het Vlaamse voorjaar en in Parijs-Roubaix. En hier sprinten ze nog eens voor de 4 punten. Want Sénéchal was met de 5 punten weg. Dan springt De Bont naar Sénéchal. We zitten dan bijna in de slotfase van de puntenkoers. Maar ook De Bont moet Sénéchal weer even laten rijden. Dan gaan we naar de slotronde. En dan zetten ze zich schrap. Dupont klaarkijkend. Sénéchal toch eens drinken na die stevige inspanning. Met z'n tweeën. Merlier is intussen toch ook bij die groep geraakt die veel omvangrijker is geworden. Maar het is Dupont die van kop af aangaat. En Sénéchal natuurlijk. Hij is geen sprinter, Florian Sénéchal. Het is Dupont die de puntenkoers wint voor Sénéchal, De Bont en Merlier. En dan is daar ook nog Idio Keijsen. Allemaal uitblazen wanneer ze over de streep komen. Hier Oliver Naassen ook. Timothy Dupont stapelde de voorbije weken de ereplaatsen op in andere koersen. Pakt hier de puntenkoers met 42 punten. 27 punten zijn er dan voor Dries De Bont. Sénéchal
22. Dan volgen Keijzer, Naassen, Hermans, Merlier en Corné van Kessel. En dat wil dus zeggen dat Timothy Dupont in de nieuwe leider wordt in de tussenstand na twee onderdelen. Samen met De Bont. Sénéchal op de derde plaats. Hermans heeft 12 punten, net als Ilio Keijzer. En Enzo Wouters van Lotto Soudal die sluit de top 10. En Karel Huijbrechts die heeft Timothy Dupont voor zijn microfoon gehaald. Ja, met wie beginnen? Met de man die aan de leiding staat. Er wordt hard gereden, hè? Toch wel, ja. Als je 47 en een beetje gemiddeld hebt, dan toch stevig doorfietsen. Je had de derde tijd in de korte tijdrit. En dan was er een plan voor die puntenkoers? Well, niet echt een groot plan eigenlijk. Gewoon meekoersen en zien wat er uitkomt. En ja, om de twee ronden sprinten. Hoeveel voorsprong heb je nu juist? Ik weet het zelf niet. Ja, ik weet het ook niet, want ik heb die inlichtingen niet gekregen. Maar er is nog een criteriumnu van bijna 45 kilometer. En je zei daarnet, Nexken is al af. Ja, ik denk de helft van het peloton, ja, het is wel geen groot peloton, maar dat is toch allemaal redelijk zacht zitten. En jij, jij wou die trofee mee naar huis nemen, maar er wordt ontzettend hard gereden. Hè? En je hebt het heel goed gedaan in de tijdrit, maar dan de puntenkoers, leg eens uit. Ja, het was het was een beetje de zaak van ons niet te laten verrassen in die puntenkoers. En ik denk dat ik zo hetzelfde plan had als Timo. We waren ook al twee mee. En ik denk dat ik was twee in die tijdrit, twee in die puntenkoers. Dus ik denk dat we een beetje exequo aan de leiding staan nu. Dus het slotnummer zal beslist worden, denk ik. Ja. Dus dat is de zwaarste concurrent of verwacht je nog iemand die iets verder staat? Ja, ik denk dat het opnieuw zal zaak worden van geen groepjes te laten wegrijden. Want ja, dan in de achtergrond wordt te snel naar elkaar gekeken dan om het gat toe te rijden. En, ja, als je hier in de verdediging komt op deze rondjes, is het een nadeel. Dus ja, ik ga er zien. We kijken uit naar een spannende koers, hè. Oliver, het is spannend, hè? Ja, voor die twee toch. Jij had op je computer gezien wat Timothy net al zei. Een gemiddelde van? 47,5 per uur, ja. Dat is redelijk uitzonderlijk voor dit soort wedstrijden, of niet? Dat is super, super rap, hè. Zo'n kort rondje. Dat doen we niet alle dagen. Tussendoor, heb jij al nieuws in verband met het WK? Waar ik ging me vandaag bellen, maar mijn gsm ligt in mijn auto, dus ik zal straks even moeten terugbellen. Jij bent de grootste naam aan de start, mogen we dat zeggen? Het zijn wel een paar goede. Tim Merlier, Belgisch kampioen, is hier ook. Ja, en Timo en Dries, het zijn wel een paar goede aan de start. En Lars Boom, die zijn beste benen scheen teruggevonden te hebben in de tijdrit. Ja, daar ligt het op, hè, inderdaad. Het zijn wel een paar goede, inderdaad. Succes. Bedankt. Oliver Naassen bij Karel Huijbrechts, die het had over de selectie voor het WK op de weg in Yorkshire eind deze maand. En Rick, dat is natuurlijk Rick Verbrugge, de bondscoach. Oliver Naassen, het was toch duidelijk, Frank Hoste, hij verwacht de telefoon van de bondscoach met de melding dat hij erbij is. Ja, het is een beetje een dubbeltje op zijn kant. Ook voor hem is natuurlijk, hij rijdt goed. Er zijn nog jongens die goed rijden, dus... Er zijn maar 8 plaatsen, dacht ik. Dus het zal niet makkelijk zijn om erbij te zijn. En ik heb deze morgen in de krant gelezen dat Remco Evenepoel ook waarschijnlijk zal opgesteld worden. Natuurlijk in overleg met hemzelf en met zijn coach. Zowel in de tijdrit als in de wegrit. Dus ja, er zal een moeilijke keuze zijn van welke renner er zal uitgespeeld worden in 2K voor knecht te spelen. En welke renner zal uitgespeeld worden om beschermend of kopman te worden. Dus ik denk dat het een moeilijke oefening is voor Rick Verbrugge. We zullen een van de volgende dagen sowieso meer zicht krijgen op die WK-selectie. Officieel wordt die volgende week maandag bekendgemaakt. En op 29 september wordt dan het wereldkampioenschap gereden in het Verenigd Koninkrijk tussen Leeds en Harrogate. Maar eerst zometeen hier de criteriumkoers in de N8 van Braschaat. 15 ronden. Een parcours van net geen 3 kilometer. En
U ziet het ook, ze hebben de lichten aangestoken hier in het centrum van Brasschaat. In totaal 49 lichtmasten langs het parcours. Dus de zichtbaarheid zal overal dik in orde zijn voor deze mannen. Het parcours licht gewijzigd tegenover vorig jaar. Vorig jaar maakten ze nog een kleine uitstap in het park van Brasschaat. Het is er nu niet bij. Ze vertrekken hier op de Bredabaan. Dan via Hemelakkers en de Mixenbaan naar de Verstraten Lei. Om zo terug te keren naar de Bredabaan en naar de finish. Ilio Keijsen die zich een beetje achteraan klaarzet voor het criterium. Zometeen misschien wel een rol voor hem in dienst van Seneschal. Want Ilio Keijsen die is het gewend van in dienst te rijden. De voorste rijen. Boom, Nasen, de grote namen. Hier Jordi van Dingeren, ex-kampioen van België bij de elite zonder contract. Het geldt ook voor Timothy Dupont en voor Dries de Bont. En Lars Boom die is eigenlijk in laatste instantie naar hier gekomen, want initieel was Stijn Steels voorzien. Maar Stijn Steels die is vader geworden. En die had andere dingen aan zijn hoofd dan de N8 van Brasschaat te komen rijden. 1 minuut nog, horen we de speaker zeggen. Terwijl Stijn van den Berg nog eens tankt. En daar zal wel wat anders in zitten dan het biertje waarmee deze meneer rondloopt. Ook nog wat snelle suikers voor Stijn van den Berg op de laatste rij daar. Want zoals al aangegeven, het is echt wel een sportieve uitdaging vandaag. Frank, we hebben al gezien in de tijdrit en in de puntenkoers, ze gaan voluit. Hè? Wel ja, die eerste twee nummers, dat was eigenlijk ja, een individueel nummer. Puntenkoers is met de klassementen onderweg en dan de tijdrit. Ja, dat kun je moeilijk op het gemak rijden. Maar van nu die rit die nu komt, dat is een rit in lijn eigenlijk. En ik zie nu aan de renners dat ze echt wel nerveus zijn. Er zijn al... Van den Berg staat zo, houdt zijn handen vast aan de hekken om met zijn voeten klaar in de klikpedalen gereed te staan om de start niet te missen. Dus ik denk dat het weer vol zal zijn. Ik moet eerlijk wel toegeven dat het wel een mooi parcours is om vol te rijden. Het is niet gevaarlijk, absoluut niet. Het is een snel parcours, brede bochten. Je kan echt wel op zo'n parcours koersen, wat niet kan gezegd worden van ieder criterium. Dat is er wel een droom om als renner hier een criterium te rijden. En slechts met 20 renners. Dat is ook een voordeel. Dat je hier met je 35, 40 man aan de start moet staan. Want dan is het ook weer een onoverkomelijke zaak. En het is goed weer. Het regent niet. Het is echt een parcours. De verlichting is goed. Een parcours dat je echt kunt opkoersen. En dat zullen ze zeker doen. Daar ben ik wel 100% zeker van. Late afzegging hadden we ook van Jasper de Buijs. Die was ook voorzien. Maar is uiteindelijk wegens ziekte niet naar Brasschaat gekomen. Jasper de Buijs, ploegmaat van Enzo Wouters. Dus Enzo Wouters staat er alleen voor. En meneer de burgemeester gaat het laatste onderdeel op gang vlaggen. Ze zijn weg voor 15 ronden vlammen. Met Corné van Kessel en Stijn van den Berg achteraan. En meteen Timothy Dupont met het initiatief. Ja, dat daarnet gezegd, hè, dat hem bang was van in de verdediging te geraken. Dat er een groepje weg was dat hij niet mee zou zijn. En dat natuurlijk dat het resulteert in een aanval van in de start. En natuurlijk, het moet wel lukken, want voor hetzelfde geld rijden ze het gat toe. Gaan er 3, 4 andere renners mee en dan moet hij terug in de verdediging. Het is altijd gevaarlijk om zulke initiatieven vanzelf te gaan demareren, te gaan proberen in een wedstrijd. Als ze achter u beginnen koersen en ze rijden het gat dicht en het gaan andere mannen, dan zijn ze zelf gezost eigenlijk. Dan moet je zelf gaan verdedigen. Dat is heel moeilijk, maar toch. Ja, het is toch een goed initiatief. Hij hoopt natuurlijk dat ze even vertwijfelen. Dat gebeurt nu. Dat hem een stukje weggeraakt en op die manier enkele medevluchters bij hem krijgt. En op die manier de koers naar zich toe trekt. Hij heeft in elk geval al een naamgenoot meegekregen. Timothy Stevens van Cibel Cebon, die is mee. Met Timothy Dupont, de man die na 2 onderdelen, nog eens zeggen, aan de leiding staat.
Maar het is ook een kwestie van nou, wat we er net gezien hebben, van die puntenkoers. Nou, dat doet wel echt pijn in je benen. Als je dan even een kwartiertje, een half uurtje, een klein half uurtje mocht uitrusten. En dan terug vol een bak starten. Ja, veel renners hebben daar geen goesting voor. En die gaan even, oh jongens, op het gemak. En daar gebruikt Timothy Dupont nu even de gelegenheid gebruikt hij om weg te springen en een gat te maken. Afgelopen zondag was hij nog derde in de grote prijs Jef Scheres in Leuven. Dupont, een wedstrijd die hij in het verleden ook kon winnen. En het was nog maar eens een podiumplaats voor de man uit West-Vlaanderen. De voorbije week of weken stapelt hij de ereplaatsen op, maar winnen, dat is toch zo moeilijk. En wie weet lukt het vandaag wel. In een onderdeel was hij al de beste, de puntenkoers. En hij gaat ongetwijfeld vol voor de eindzege ook. Hij was vorige zondag, 25 augustus, nog tweede in Schaalsels in Merksem, hier niet zo ver af. En ze zijn al terug. Sénéchal brengt de rest terug met Boy van Poppel in zijn gezelschap. En dan de rest van het pak. En dan meteen een nieuwe aanval van de andere man van Cibel Cebon. En dat is Dennis Koenen. Ja, nu zijn natuurlijk mannen die eigenlijk nog niet in gevaar komen voor de eindoverwinning. Voor punten totaal te winnen. Want het is vandaag de meeste punten die wint. Om die te laten wegrijden en op die manier een springplank te vormen voor anderen. Uit het peloton, want tenslotte zijn hier toch nog heel wat punten te verdienen. Niemand die nog geen punten heeft, kan er heel dicht komen in het klassement. Want ja, het criterium 20 punten aan de eerste, dat is toch niet niks. Je moet al bijna alle tweede onderdelen winnen om zoveel punten bij elkaar te sprokkelen. Dus de tijdrit en de puntenkoers moet je al winnen om hetzelfde aantal punten te halen. Of dat je hier met die ene wedstrijd te winnen kunt bij elkaar krijgen. Dus het zal een open wedstrijd worden. Het puntensysteem vind ik goed verdeeld. Op die manier dat we nog een spannende wedstrijd krijgen. Dat we niet een wedstrijd krijgen in verdediging, maar dat we ook nog een wedstrijd krijgen waar meerdere renners nog kunnen winnen. Ondanks dat ze in de eerste twee nummers eigenlijk een beetje tegengevallen zijn. Dus dat vind ik wel positief en zeer goed. Voor alle duidelijkheid, alleen punten te verdienen aan het einde van deze wedstrijd, van dit onderdeel, na 15 ronden, dubbele punten. En het is De Bont die deze keer mee is. Sénéchal, De Bont, Boom en Enzo Wouters. Die vier. Zij draaien zo meteen hemelakkers op. Ja, weinig. Boom is natuurlijk een beetje geprikkeld dat hij dan net de vlucht eigenlijk gemist heeft. Van in het begin in de puntenkoers dat hij nu even een beetje geprikkeld is. Om toch iets op gang te brengen en weg te rijden met een klein groepje. Natuurlijk, hij mag de verkeerde mannen niet mee hebben. Hè. Dat is nu wel het geval. Dus ja, dan als hij die mannen mee heeft die voor hem staan, dan moet hij gewoon stoppen. Hè, ja. Vooral met De Bont mag hij niet op pad. Nee, nee. Het is Boucher die daar een groepje terugbrengt met Merlier ook. Het is ook Sénéchal zelf, hè? Geen Keijsen in dienst van. Maar hij heeft er net al een gaatje dichtgereden toen De Bont weg was. Van in de start heeft Ilio dat gat dichtgereden. Dus daarom is het een beetje wegsteekt nu. Want ik denk dat er nog wel zal het een en het andere gaten moeten dichtgereden worden. Kijk, als je ziet hoe rap dat ze rijden, jongen, hoe gerokken dat is. Mannen op afstand toch, hè? Die van achter toch zitten harken om het wiel te houden. Het is echt wel een parcours om op te koersen. Het is een mooi, mooi, zeer mooi parcours. Dennis Koenen is het daar helemaal achteraan. De Bont, kwiek kijkend. Hoe zit het? Wat gaan we doen? Even inhouden dus. Daar komt ook Oliver Naassen eens piepen. Wat denk jij dat... Geloof jij wat Oliver Naassen daarnet zei tegen Karl? Dat is een telefoon en nou zouden we echt het nog niet weten. Ik vermoed van wel. Ja, ik ook. Ik vermoed dat die telefoon
niet zo ver weg zal liggen als hij beweert. Ja. Tussen de onderdelen zitten de renners. In Gent zeggen ze, we zouden zijn tong niet pellen. Het kan waar zijn, hè, wat hem zegt. Het kan waar zijn, inderdaad, maar ik twijfel daaraan. Weer een kwartet dat zich losrukt. En dit zijn andere namen met Boucher, Wouters, Alf dan de Dekker, die sluit daar de rij. En Dimitri Pijskes is ook mee. Alf dan de Dekker, de laatste man van dat kwartet, dat is de regionaal de l'étape, zeg maar. De Antwerpenaar uit Wommelgem is er ook bij vanavond in duo met Timothy Dupont, met de leider. Dus dat is in functie van Dupont dat hij meegaat, vermoeden we dan. Dat is een neoprof bij Wanty Groep Gobert. De Dekker, 20 jaar. De man uit Wommelgem. Wat me bijzonder opvalt aan de Dekker, als je naar zijn stuur kijkt, dat fietscomputertje, dat hangt helemaal zo naar beneden. Heel aerodynamisch is dat niet. Maar goed, het is een gewoonte zoals een ander. Kijk. Ja. Kan die nog wel zien wat er op dat computertje verschijnt? Nee, want als de zon erin zit, die kunnen niet lezen. Dat gaat niet. Dus ik denk dat het een kwestie is dat het spanbandje die rond het stuur is niet genoeg aangetrokken is of lost. En van het minste stamp je het telkens naar beneden buigt. 22 is hij, de Dekker. En hij heeft nog een contract bij Wanty Gobert tot en met 2020. Als ze laten ze toch direct vliegen ze erop. Hè. Twee man weg, maximum 20, 30 meter, 50 meter. Nu terug, vier man weg. Gaan ze direct in het peloton, pelotonnetje, reageren om het gat te gaan dichtrijden. Omdat ze het er net gezien hebben in die puntenkoers. Als je echt in de verdediging komt tegen vier man die ronddraaien, dat het heel moeilijk is met zo'n klein pelotonnetje. Elk heeft maar één ploegmaat bij zich om de koers te controleren. Dus het is beter om te voorkomen en direct daar naartoe te rijden, daarop te springen, of ze hem weer 20 seconden te laten wegrijden. En dat kun je duidelijk zien, dat ze daar echt wel een les uit getrokken hebben, uit die vorige wedstrijd, die puntenwedstrijd, waar ze toch bijna 20, 25 seconden weggereden zijn. Het is weer Senechal die is gaan optrekken na die bocht. En wie is er deze keer mee? Weer de Dekker, Pijskes, Merlier zien we daar ook zitten. Nou, ik verwacht toch ook iets van Oliver Naassen, die toch iets had willen tonen hier. Toch een van de betere renners hier in dit deelnemersveld. Naassen die de Tour reed afgelopen zomer en daar zich meer dan uit de slag trok. Nou, ook natuurlijk zijn eigen kansen opgeofferd in de Tour voor Romain Bardet, die compleet door het ijs is gezakt. Dan heb je ook natuurlijk het nadeel als knecht dan, als van zo'n man dat je mee door het ijs zakt. Want je hebt je beste dagen, je beste krachten gegeven voor hem. En dan schiet er niets meer over om misschien nog één dag een keer de joker in te zetten voor jezelf. En dat is gebeurd, maar heeft in feite wel een zeer goede tour gereden. Niet voor het grote publiek, maar wij hebben allemaal gezien dat de macht wel zeer goed reed. En hij trok die vorm ook door in augustus, hè, met winst in de slotetappe van de Bing Bang Tour op de muur van Geraardsbergen. Klopte Oliver Naassen zijn trainingsmakker Greg van Avermaat in de sprint. Een zichtbaar deugddoende zege voor Oliver Naassen. Het is ook daarom dat ik denk dat hij toch nog iets gaat uit zijn mouw schudden vandaag. Dat we niet te rap moeten panikeren, dat hem zich nu in de debatten eigenlijk wel niet mengt. Dat hij van Stijn van den Berg een beetje de klusjes en de gaten laat dichtrijden. En dat hij gewoon mee fietst. Maar ik verwacht nog een nummer van hem vandaag. Zeker en vast. Zat daar ook netjes, ja, in, netjes in het wiel van den Berg. Achter die grote Stijn van den Berg, de man uit Oudenaarde. Een van de grootste renners in het Vlaamse peloton, ongetwijfeld.
En altijd maar Seneschal de voorbije twee ronden. Ook wel een sterke renner. Dus ook die iemand die je kunt meepakken overal. Kan redelijk uit de voeten bergop. Op het vlakke. Rijdt ook graag over kasseien. En nu valt het toch even stil. Na een snelle openingsfase. En dan gaat Keijs overpakken. Oeh, dat is een reactie op Dupont. Die hadden we even gemist. Timothy Dupont. Ja, dat is altijd kijken dat wie is er mee. Is dat een gevaar voor het eindklassement? Ja of niet? Zo niet laten rijden, zowel direct erop springen, direct daar naartoe rijden. Natuurlijk niet heeft hij Tim Melier mee, dat is... Die gaat direct gaan doortrekken. Hè. Even kijken, ja, ze komen terug. Die Belgische vlag op die andere renners is lijkt een rode vod op een stier. Hè. Dat is, ik heb dat ook ooit gedragen, dat is immens. Dat magneet is. Het is Hermans die er naartoe rijdt. Quinten Hermans, waar ligt zijn toekomst? Voorlopig nog onduidelijk. Wat zeker is, hij begint aan zijn laatste vier maanden voor Telenet Baloise Lions. Hij gaat een volledig crossprogramma afwerken. Maar wil naar de weg, wil meer op de weg koersen. En in welke ploeg dat vanaf 1 januari 2020 zal zijn, is nog afwachten. Op de ploegvoorstelling van Telenet Baloise Lions afgelopen zaterdag zei Hermans dat er nieuws op komst is. Maar welke ploeg het wordt, er is sprake geweest van Totaal Direct Energie. De ploeg waar onder andere ook Nicky Terpstra voor rijdt. Maar we gaan deze week hopelijk duidelijkheid krijgen over de toekomst van Quinten Hermans. Stijn van den Berg aan de leiding deze keer. Oh, dat is eigenlijk het beste, dat er een beetje schwung in het peloton blijft. Het pelotonnetje. Ik zeg altijd peloton, het zijn 20, 19 renners eigenlijk maar. Want anders, als ze zo breed over de weg gaan rijden, beginnen ze te demareren en dan ben je echt het overzicht kwijt. En als je dan tracht van, ja, met wie moet ik nu meespringen, dan, ja, dan ben je altijd mis. En zo van den Berg. Het lijkt me een ideale man om het tempo er zo in te houden. Het is de Bond die het pak leidt. Op 11 ronden van de finish. Ze hebben er 4 afgelegd. Handjes nonchalant op het stuur. Ja, ook de lichten zijn... het wordt een beetje donker. De lichten zijn prachtig. Afgesteld dat het niet in de ogen van de renners zit, in de goede richting. Dus echt wel op alle details is gelet. Pijsjes. En de ploegmaat van Pijsjes, Frank, Kenny de Haas, die mis ik. Ja, die zat er net al te lossen. Ja, die zat er net al te lossen. In de puntenkoers, dus ik weet niet dat hij echt mogelijk wel een goede is. Gezondheidsprobleem of zo, ja. Voor Kenny de Haas. Het is me nu ook niet opgevallen of hij wel degelijk van start gegaan is. In elk geval, hier zit hij niet bij, Kenny de Haas. Dus we zijn nog met 18. Timothy Stevens die hier de rij sluit. Van den Berg is gaan aanvallen. Ja, hij is eigenlijk van kop af weggereden. Even doorgetrokken. En ja, als ze die laat rijden, dat is een gevaarlijke klant. Hè. De tanden op elkaar. Stijn van den Berg. Die valt niet stil. Hè. Senegal komt af zeker, hinterlinks. Ja. En de Bond. Naar dat wiel van Seneschal. Die zegt, als ik met die kan wegrijden, met ons getweeën, dan zien ze ons niet meer terug. Dat is een
Mooi gat hoor. Dat, maar, ja, maar als die doortrekt, Stijn van den Berg doortrekt, dan ga je van goede huizen moeten zijn om dat gat dicht te rijden. Hier schuift hij uit die rij en dan zet hij zich gewoon op zijn zadel. Inderdaad. Typisch zijn stijl. Nog een keer kijken, tandje bij. Een paar meter nemen voor die bocht en dan na die bocht vol aangaan. Als Senegal is op komst, denk ik. Met, dat kan ik niet goed zien van hier. Ik denk dat Dries de Bond zal zijn. Dat zou de logica zelf zijn. Hij draait de verstraete lei op. Maar ik zeg, daar rijden ze zomaar niet naartoe, hè, naar Stijn van den Berg. En zo meteen weer een bocht naar links. En ginder is Timothy Dupont op kop van peloton. De Bond en Senechal, ja. Inderdaad, bevestiging. Dat zijn de eerste achtervolgers. En hier, wie zit hier? Hermans. Dupont die kijkt naar Keijsen van hoe zit het? Maar Keijsen gaat niet rijden, want Senechal is weg. Nou, die gaat pallen springen wat er wegrijdt. Hier komt Stijn van den Berg voorbij aan de finish. Tien ronden nog ook voor Senechal en de Bond. En het is Quinten Hermans die op zoek is naar dat duo. Wat doet Dupont? Nog eens zeggen, dat is de leider in de tussenstand. En de Bond, die laat hij best niet te ver rijden. Wie weet komt er nog wel een belangrijke rol voor Alf dan de Dekker, die jonge ploegmaat, die jonge Antwerpse ploegmaat van Timothy Dupont in de achtervolging. Nou, ik denk dat dat wel een heel sterk trio is die nu samenkomt. Dries de Bond, Senechal en Stijn van den Berg. Dat zijn mannen die kunnen fietsen. Er zal een directe reactie moeten komen in het peloton op die zijn Scampavi. En ze zijn al redelijk ver weg. En hier? Nou, vertwijfeling. Ja. Er wordt niet gereden, geen organisatie. Niemand probeert er nog naartoe te springen. Ja. Oliver Naassen kan sowieso niet. Tim Merlier. Die zou het eigenlijk moeten gaan doen. En het zegt veel dat Dupont daar achteraan zit. Hè? Ook Alf dan de Dekker, ja, in de achterste gelederen. Timothy Dupont is natuurlijk de man die er nu moet naartoe rijden. Maar hij moet wel kunnen natuurlijk. Hè? Snoeihard gaat het hier. Ja, maar Stijn van den Berg als die doortrekt. Dat zijn zeker twee en ook wel de Bond mannen met stevige motoren. Ja. Die een ontsnapping kunnen rijden. We hebben het de Bond in het voorjaar ook zien doen. In het Vlaamse voorjaar. Van Senechal en Stijn van den Berg wisten we dat natuurlijk ook. Van den Berg en Senechal, dat zijn mannen die in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in het verleden finales hebben gereden. Stevige kerels. En de Bond die gaat altijd, die koerst altijd, de ploegmaat van deze Tim Merlier. Het zal van Lars Boom en Boy van Poppel moeten komen als duo van Roompot. Ja, en dan heb je eigenlijk al de rest. Tim Merlier gaat niet rijden, want ja, Dries de Bond is voorop. Oliver Naassen gaat niet rijden, want Stijn van den Berg zit daarvan voor. Dus het wordt een moeilijk verhaal. Hè? Ilio Keijsen gaat afstoppen. Gaat geen kat laten wegrijden daar. Dus ik ben eens benieuwd. Het enige wat nog kan is Lars Boom met Boy van Poppel. Die niets proberen op gang brengen van achtervolging, want anders zijn ze weg. Samen met Alf dan de Dekker, dan krijgen we een 3-3. Misschien. Maar kan die wel, jongen wel? Want dat zijn er geen drie gewone die nu voorop zijn. Hè? Dat zijn er echt wel goede renners. Hè? We hebben nog 9 ronden af te leggen.
9 ronden nog voor dit leiderstrio. Seneschal, Van den Berg, De Bond. Het was niet voor niks dat we Van den Berg en De Bond kort voor de start van deze criteriumkoers nog wat energiegel naar binnen zagen werken. Zij hadden een plan. En dat plan, dat lijkt zich uit te rollen op dit moment. Hier hebben we Enzo Wouters met Lars Boom, zoals jij aangekondigd had, Frank. Die het moet kan meedraaien. Het is ook het duo van Telenet Baloise, Corné van Kessel en Quinten Hermans dat vol aan de bak gaat. Ja, Boy van Poppel zou er nog moeten bijkomen. Dan zijn ze met 4-3. Maar hier De Bond, de titelverdediger. Kijk, 31 seconden, dat is al niet niks op een criterium. Op een rondje van nog geen 3 kilometer is dat immens veel. Hè? 2 kilometer 800. En die mannen rijden vol. Hè? Ze begrijpen elkaar. Seneschal, De Bond en Van den Berg. Ja, in het geval van Lars Boom en Van Kessel rij maar een keer vol op kop. Als je weet als je erbij komt dat dan een Oliver Naassen zit, dat dan een Tim Merlier in de wiel zit die nog geen meter op kop gereden heeft. Dus ja, het is vechten tegen de bierkaai. Dat is echt, nu zit je in de verdediging en dat mocht, in zo'n koers mocht je dat nooit laten gebeuren. Maar ja, je moet wel kunnen natuurlijk. Pijskes die dan gaat versnellen en Alf dan de Dekker die daar ook even mee wilde. Maar van organisatie geen sprake bij de achtervolgers. Nee, absoluut niet. Hier de winnaar van Halle in Gooichem. Tweevoudig winnaar van die koers. Dit voorjaar profiteerde hij van een valpartij in de voorbereiding van de sprint. Dries De Bond om zo opnieuw te winnen in Gooichem. Kon het toen niet geloven. Als je vandaag wint, pakt hij dat juweel mee naar huis. Hè? Klopt. Hij heeft vorig jaar ook gewonnen. Hè? Ja, en wie 2 keer wint in 5 jaar tijd, krijgt die trofee mee. Ah, in 5 jaar tijd. Ja. Maar goed, als hij vandaag wint, is dat de tweede keer. En dan mag hij al meepakken. Hij moet niet wachten tot op... Ah, ja, oké. Okay. Nee. Dus ja, als hij 2 keer wint. Dus als hij vandaag wint, en dat zit er dik in. Hey, ik vermoed dat toch. Ik zou niet weten wie er uit de achtergrond nog dat gat gaat dichtrijden. Het zou kunnen natuurlijk, maar ik zie echt niet direct iemand. De beste renners die hier nog zitten, hebben niemand mee. Het zij van de duo's. Ja, Lars Boom, het is de enige, ja. Maar ik zeg het, als je dat dan doet en je weet dat Oliver Naassen en Tim Merlier dan achter u zitten, te freewheelen eigenlijk, ja, dan is het moeilijk om alles te geven om dat gat toe te rijden. En je moet het doen. Maar tegen zulke renners 35 seconden. Het verschil weer wat opgelopen. Om terug te komen op de prijs die De Bond kan pakken. Dat is een juweel, een trofee ter waarde van €22.000. Die krijgt hij dan zomaar mee naar huis. Mooie prijs. Ja, dat wat de organisator daarnet, Luc Mattens, daarnet aankondigde, dat ze echt moeten koersen voor hun prijzengeld. Dat vind ik wel een goed systeem. En ik denk dat er zeker een navolging zal komen in andere steden om zulke wedstrijden te geven. In 3 onderdelen met een supermooie prijs. Dat renners daarop afkomen. Ja, kleine startgelden betalen en dan ja, voor de donkosten zijn tenslotte profs, maar een mooie prijzenpot maken. 43 seconden wordt nu gemeld het verschil tussen het leiderstrio en deze mannen. Met Dupont die zelf vol aan de bak moet. 45 seconden de achterstand van... Ik dacht even dat we Seneschal kwijt waren, maar hij zat verscholen. Aan de linkerkant. Nee, maar die rijdt er goed. Die gaan we niet rap verliezen hier. Die heb ik daarnet zien rijden. Daar zit dash op, zoals die de kouwer zeggen. Kracht op de pedaal slagen. Je ziet dat direct.
We hebben het daar straks al gehad over het wereldkampioenschap, Frank, in Groot-Brittannië op het einde van deze maand. Op een klassiek parcours, zoals dat heet. Ja, zo'n Sénéchal. Ja, natuurlijk. Die kan je daar zeker gebruiken als Franse bondscoach. Maar het probleem is dat parcours dit jaar, buiten vorig jaar in Innsbruck, is veel meer geschikt voor onze Belgische klassieke renners. En dat hebben we een paar van, hè. Vandaar dat de selectie ook zo moeilijk wordt bij voilà. Ons. Klimmers hebben niet veel, maar zo van die klassieke renners, het parcours in Yorkshire, dat is perfect, hè. Voor veel Belgische renners, een Van Marken, een Livernaas, een Senegal, noem maar op. Het zijn allemaal renners die hier ja, toch iets kunnen komen, die in zo'n kampioenschap iets kunnen doen. En dat is natuurlijk de vraag dan, wie gaat je dan nog meepakken al voor echt Knecht te gaan spelen? Of gaat die situatie van Knecht dan zich opdringen tijdens de wedstrijd? Dat ze tegen elkaar beginnen babbelen. Jongens, ik ben vandaag niet 100%. Ik offer mij op voor de ploeg. Of is dat vooraf afgesproken? Dat is moeilijk. Dat is de moeilijkheid inderdaad in de aanloop naar zo'n WK. In elk geval, Thomas de Gent die heeft aangegeven dat hij de conditie niet meer heeft om daar een rol van betekenis te spelen. Die heeft zijn plaats afgestaan. Maar ik vind het niet slecht om met veel mannen naar daar te gaan. Die kunnen de koers winnen en in de koers gewoon elkaar te begrijpen en elkaar toe te lichten en te zeggen, kijk, ik vind dat jij vandaag stukken beter rijdt of ik. We rijden voor u. En dat is het beste als je ziet wat Jumbo-Visma nu doet met drie grote kopmannen in één ploeg te steken. Roglic, Dumoulin en Kruiswijk. Dat is ook om die reden. Als er ene niet goed is, hebben ze er nog twee. En dat vind ik een goed systeem. Je moet natuurlijk die drie man dan op het moment zelf op één lijn krijgen. En dat is hetzelfde, dat is het werk van de bondscoach in het geval van het WK, dat je die mannen op één lijn krijgt. Ondanks dat ze eigenlijk qua capaciteiten als renner elkaar waard zijn. Naasse in tweede positie. De man die we, daar mogen we toch een beetje van uitgaan, waarschijnlijk wel in die WK-selectie zullen zien. En daar een val van Alfdan de Dekker. Dupont is zijn helper kwijt. Schuift onderuit daar. Dat was heel... De Antwerpenaar. Jammer voor de man uit Wommelgem. Dat was een rare val. Kan ik echt de oorzaak niet van zien. Dat er daar een klein beetje steentjes zouden gelegen hebben. In die bocht, want dan moeten andere renners ook gevallen zijn. Dat... Of hier net op die... Ik denk met zijn pedaal. Ja, doorgetrapt in de bocht en met de pedaal op de grond. Ja, ik denk dat de reden is. Gewoon even denken, het zal wel lukken. Ik trap door, ik hef hem niet op. En dan net, tak, achterwiel van de grond en je bent weg. Dus Dupont geïsoleerd. Dupont geïsoleerd. Beide achtervolgers. Dus de leider in de tussenstand in vieze papieren. Want hier Alfdan de Dekker. Die zal er de brui aan geven. Heeft ook geen zin meer om nog verder te rijden natuurlijk. Nee, dan kan je niet meer inhalen. Ja, dat is recht lekker in een tijdrit, hè. Elleboogje, teken te doen. Toch even de dokter voor Alfdan de Dekker. Nou, zou wel schaafwonden hebben, maar het viel allemaal best mee. Niemand anders meegenomen. Dat was eigenlijk zijn eigen schuld. Hij kon echt geen verwijt maken aan het parcours. Die bochten hebben ze er al 20 keer gepasseerd. Nou, het is gewoon een inschattingsfout. Hè. Denken dat ja, het gaat lukken met door te trappen en ja, net iets te schuin met de fiets. En je bent vertrokken. Hier gaan we het nog eens zien vanuit een ander standpunt. Ja, daar tikt hij inderdaad met zijn pedaal de grond. Oei, met zijn vogel over de pols. Ja. Die linkerkant beschadigd voor
Alf dan de Dekker zit de N8 van Braschaat er op die manier op. Dat hij maar snel zich gaat verzorgen. En denken aan de volgende wedstrijden. Nog altijd ons leiderstrio met Van den Berg, De Bond en Seneschal door die bocht waar daarnet de Dekker onderuit ging. Zes ronden nog voor deze mannen. En nog altijd een goede voorsprong tegenover de achtervolgers. Dus De Bond. Ja, er waren nog twee premies, twee tussensprints in de vijfde en in de tiende ronde. In iedere keer werd er €500 aan betaald aan de winnaar van de tussensprint. Dus sprinten doen ze niet voor, maar het is wel meegenomen natuurlijk. Hè. Meer dan een minuut, het verschil? Ja, dat is binnen voor die drie mannen. Wie gaat er hier nog rijden? Niemand. Het moest van in het begin zijn als ze wegreden, als Stijn van den Berg gaat. En dan zie je iemand zoals Seneschal daar naartoe rijden. Dat, ja. En dan Dries de Bond die de tijdrit tweede gereden is. Ja. Hier komen ze Alf dan de Dekker tegen. Dan moeten we niet twijfelen. Onfortuinlijke Antwerpenaar. Ja, inderdaad. En zoals je zegt, Frank, als Van den Berg en Seneschal gaan, niet moet twijfelen. Je mee als je kan. Want dat is natuurlijk een voorwaarde nummer 1. Op zulke parcours toch? Op zulke parcours. 1 minuut en 7 seconden. Nu wordt de achtervolging geleid door het duo van Rompot-Charles. Boy van Poppel en Lars Boom. Boy van Poppel die volgend jaar in een Belgische ploeg gaat rijden, want die Gobert nu is Rompot-Charles natuurlijk ook voor een groot deel een Belgische ploeg. Maar dat is dus einde verhaal op het einde van 2019, toch zeker wat Rompot betreft. Ja. De Bond, moet die nu afgaande op de tussenstand alleen Seneschal nog in het oog houden? Ik denk het wel, want van den Berg geen sprake in de top van het klassement. Dus Van den Berg mag hij laten demareren in de absolute finale. Het is 2 punten verschil, dus normaal gezien is De Bond veel sneller in de sprint dan Seneschal. Dus ik denk dat het voor De Bond een goede zaak is. Een geklonken zaak, laat het ons zomaar noemen, dat hij hier vandaag de wedstrijd zal winnen. De perfecte metgezellen ook mee. Natuurlijk heeft de twee beste mannen van de 20 deelnemers dan er waren, heeft hij mee. Dus. En heeft heel attent gekoerst, een goede tijdrit gereden. Dus eigenlijk de beste man vandaag. Mag gezegd worden. Dries de Bond, de man uit Bornem. Ze gaan nu sprinten voor een premie. De tiende ronde voor een premie van €500. Wordt er ook effectief gesprint of gaan ze die laten aan Van den Berg? €500 aan de weg. Ze laten het aan Van den Berg, denk ik. Er wordt niet gesprint. Voilà, Stijn Van den Berg, €500 rijker. Ja, het is mooi voor zulke renners. Hè. Die hebben niet zoveel startpremie. Die kunnen hier wel een goede dag maken. Ik denk dat die gasten heel tevreden zijn met dergelijke formules. Dat ze echt nog iets kunnen verdienen in een criterium. Dat ze nog geld kunnen verdienen. Wat rijdt De Bond toch ook goed. En hier Dupont, die bij de achtervolgers probeert weg te raken. Maar dat is, vrezen we, veel te laat. Maar na het uitvallen van
zijn ploegmaat Alf van de Dekker heeft hij geen andere keuze dan toch maar iets te proberen. Want wat als hij vierde wordt? Hoe zit het dan, Dupont? Dan komt hij er nog niet, denk ik. Nee. Nee. Absoluut niet. Het was maar één puntje verschil tussen de Bond en Dupont. Dus er zitten nu twee man bij, dus hij kan dat nooit meer goedmaken. Hij krijgt Corné van Kessel mee. De Nederlander die al een heel aantal jaren in België woont. In de provincie Antwerpen trouwens. Corné van Kessel. Ook aan zijn laatste maanden bij Telenet Baloise Lions. Begonnen. Ook hij. Einde contract. En het is afwachten waar hij vanaf 1 januari 2020 zal rijden. Corné van Kessel. Het laatste tijdsverschil. Dus deze drie met zometeen nog vier ronden af te leggen mogen gaan denken aan de absolute slotfase, aan de eindsprint. In het geval van Stijn van den Berg. Moet eens kijken wat beurten dat Stijn van den Berg voor zijn rekening neemt en hoeveel die andere twee maar doen. Om maar te zeggen wat kracht dat Stijn van den Berg heeft om zo op kop te rijden. Kilometers rijdt hij gewoon zo door. Hè? Dus daarom, van als ik hem zag wegrijden, ik zeg, dat is een zeer gevaarlijke renner om te laten wegrijden. De manier waarop hij wegrijdt ook, indrukwekkend. Op zijn kousenvoeten en op zijn zadel, dat beweegt niet. En... kijk, hij zit nu al bijna een halve ronde op kop. Dries de Bond gaat er nu over gaan voor een stukje. En Seneschal gaat direct overpakken. Kijk, hij gaat misschien 200 meter, 300 meter maximum. In de verstratenlei zitten we nu. En linksop dan de Bredabaan. Van den Berg die even een metertje moet laten bij het uitkomen van die bocht. Ze kunnen die breed uitrijden. Daar, de nadarhekken hebben ze netjes aan de kant geschoven. Hier zijn ze opnieuw aan start en finish. Vier ronden nog voor de mannen die gaan uitmaken wie dit criterium wint. En de N8 van Braschaat, de eindzege. Ja, die gaat waarschijnlijk naar Dries de Bond. Als hij niet lekker rijdt of niet met zijn pedaal tegen de grond botst. Behoudens ongelukken, ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Dan moeten we altijd in het wielrennen, kan dat gebeuren. Hè? Nou ja, het gaat hard hoor. Je moet eens kijken. Grote plateau vooraan en achteraan. Bij Van den Berg zag ik daarnet. Zoveel tandjes heeft hij niet meer over om nog groter te schakelen. Hier krijgen we het nog eens. Het opzetten van deze ontsnapping door Stijn van den Berg. En je ziet Dupont kijken en twijfelen. En dan nog eens achterom kijken. Maar hij wilde al, hè? Hij wilde. Hij had het beter gedaan. Ja, maar ja, dan is Seneschal gegaan en dan is hij direct wel meegesprongen. Want... ik denk dat hij daar spijt van had, dat hij van de eerste keer niet meegesprongen had. Hier drie die zich losgewerkt hebben van de andere achtervolgers. Dat zijn Timothy Dupont, Corné van Kessel en Tim Merlier. Merlier die zich laat meedrijven. Hier hebben we ze. Belgische kampioen. Want die vraagt om wat meer verlichting. Ik denk niet dat hij wil weten hoe ver ze voor zijn. Ah ja, dat hij zijn handen open doet voor de afstand, de voorsprong. Het tijdsverschil. Ja.
Meer dan een minuut in elk geval, daarnet nog. Ja, er zijn geen oortjes. De renners dragen geen oortjes hier, omdat er geen sportbestuurders volgen. En er rijdt geen motor rond met een bord voor de tijdsverschillen op te zetten. Dus moeten ze gewoon afgaan wat de speaker zegt aan de streep, hoeveel het tijdsverschil is. En als de mensen dan staan te roepen en te tieren aan de streep, in de zone waar wij hier zitten, is het nogal lawaaiig. Kan ik me voorstellen dat de renner dat zelf dan niet hoort. En dan weet je dan van niks, hè. Ja. Buiten als er daar iemand tussen zit met een bord, met een motor, met een bord, die even kan komen laten zien, is dat toch wel handig. Dat is misschien nog iets voor een volgende organisatie. Ja, op zo'n parcours kan dat, hè. Dat is een brede weg. Een ardoisier, zoals voilà, dat heet. Ardoisier, of een ardoisière, want dat heb je ook. Ja, dat is een vrouwelijke. De bond legt zich nog eens plat. Drie ronden. En hier de eerste achtervolgers. Dupont, Van Kessel en Merlier. Maar dat is op meer dan een minuut, dus met nog drie ronden te gaan kunnen ze die achterstand normaal gezien niet meer goed maken. Tenzij dat ze daar vooraan natuurlijk naar elkaar beginnen kijken. Hè. Als het gaat om de zegen in dit onderdeel, wordt er misschien wat gekeken in die laatste ronde. Ja, zoals ze daarnet al aangaf, Stijn van den Berg, als hij demareert, die laten ze wegrijden. Dat is geen gevaar. Maar dan Sénéchal met Dries de Bont, als die naar elkaar beginnen kijken, dan kan Timothy de Pont met Van Kessel terugkomen en Termelier. Dat is wel gevaarlijk. Het is 1 minuut 12. Als ze echt beginnen naar elkaar kijken, kan het heel snel gaan. Maar ik denk van niet. Ik denk dat ze toch wel... Ze hebben twee keer de premie van €500 toch redelijk goed verdeeld. In die verstande dat Dries de Bont de wedstrijd zal kunnen winnen. En dat anderen ook toch zeker Stijn van den Berg naar huis zal gaan met een mooi drinkgeld. Zo is dat. De achtervolgers, daar moeten er twee het werk doen natuurlijk. Hè. Merlier die ja, kan zich gewoon twee, laten meegaan. Die gaat niets doen natuurlijk. Zit daar al de hele tijd in derde positie en terecht, want ploegmaat de Bond vooraan. Dus het is voor Van Kessel en Dupont. Van Kessel, dat verbaast me wel dat hij op dit moment de beste is van het Telenet-duo. Quinten Hermans begon goed aan deze N8 van Brasschaat met een prima tijdrit. Maar is dan een klein beetje weggezakt in de loop van de avond. En zo, met die camera een beetje lager, krijg je toch ook een goed zicht op hoe snel het toch wel gaat. Hier linksop naar Hemelakkers. Verlaten van de Breda-baan. Dit zijn de drie leiders die al een heel eind verder zitten. Oei, daar is het licht uit. Op de verstraate lei hebben ze even het licht uit gedaan. Daar zijn ze opnieuw. Er is licht aan het einde van de verstraate lei. Namelijk op de Breda-baan aan start en finish. Met de Bond die nog altijd vol geeft. Twee ronden nog voor deze drie. Heeft Van den Berg in laatste positie een plannetje. Daar komt hij naar voren. Wat gaat hij doen? Stijn van den Berg, was dat demareren? Ja. Ja, voilà. De toch opspringen direct. Het is een klein beetje getelefoneerd natuurlijk. Wel... Stijn van den Berg
als ik Dries de Bont heet, dan zou ik hem ook niet laten rijden. Want hij doet te veel, hij rijdt te veel op kop en het is nog 2 ronden. Als hij dat de laatste ronde doet, zou ik durven zeggen, oké, ik maak het hier wel af met Sénéchal, maar nu is het nog iets te vroeg. Omdat die 3 man achter hem, met Timothy Dupont, ja, in 1 minuut is natuurlijk veel op zo'n criterium. Maar als je echt begint naar elkaar te kijken, dan is dat niks. Dus ik denk, ik geef hem wel gelijk dat hij direct op het wiel springt. Terwijl de achtervolgers... Zou hij ook willen, Dries de Bont, de koers winnen hier? Ik denk dat dat ook wel... Hij wil de puntjes op de i zetten. Ja. Denk het ook. Ja. De tijdrit die moest hij nipt aan Lars Boom laten. In de puntenkoers was Timothy Dupont de beste. De Bont, die wil deze criteriumkoers winnen en zo de eindzegen pakken. 1:27. 1.5 minuut bijna is het verschil, dus de achtervolging die komt niet dichter. En Van den Berg die rijdt nog maar eens een halve ronde op kop. Dat is niet te doen. Maar ik denk met zijn gestalte, als hij in het wiel zit, dat hij evenveel wind pakt dan dat hij op kop rijdt. Dus voor hem maakt het eigenlijk niet veel uit. Hij is op pad met 2 mannen die een beetje kleiner zijn. Een beetje. Nou, daar zitten wel goed uit de wind achter. Dat zijn gedroomde knechten. Je kan stukjes rijden ook, hè, ja. Als je bij Quickstep hebt gereden, dan weet je wat je kan en kunt, hè. Anders kun je daar niet binnen geraken. Stijn van den Berg, Frank. Ik heb het snel even opgezocht. 1,99 meter. En Dries de Bont is 1,84 meter. Dat is ook geen kleine man. Nee. Maar die lijkt wel een stuk lager, platter op zijn fiets te zitten. Dus lichaamsbouw, misschien iets langer lichaam, bovenlichaam, zodanig dat hij vlakker op de fiets ligt. En kortere benen. Maar van Stijn is het gewoon allemaal lang. Zijn lichaam is lang en zijn benen zijn super lang. Het is de op één na laatste keer dat ze hier gaan passeren. Ze gaan de laatste ronde in deze 3. Dries de Bont, Florian Sénéchal en Stijn van den Berg. Zij gaan met z'n 3 uitmaken wie dit onderdeel wint. Dan komt hij nog eens hard optrekt. Ja, ik denk wel dat ze dat criteriumje boven de 45 gemiddeld gaan afgehaspeld hebben. Dat is hier van in de start eigenlijk al... Het heeft wat was ooit stilgelegd. Dries de Bont niet ook die in de start demareerde? Of was dat Timothy Dupont? Ik dacht dat het Dupont was. Als ik het me goed herinner was het Dupont. Maar de Bont was ook niet... Direct van in het begin al in schermutselingen en zo meespringen. Ja. Maar ik dacht dat hij was die in de start al demareerde. Klopt. Dupont demareerde van bij de start, maar de Bont was niet veel later ook weer al vooraan te zien. Sénéchal die zijn schoenriempjes aanspant. En wat wil dat zeggen? Dat hij met de sprint bezig is. Ja, er zijn renners die velcro's of die draaisloten op die schoenen echt kunnen aanspannen dat bijna... geen gevoel meer hebt in de voet dat het zo hard aanspant om toch maar, als ze vertrekken in de sprint, vast te zitten met je voet aan je pedaal, dat je niet schuift met je voet in je schoen, om toch maar geen krachten te verliezen. Dat is eigenlijk de reden. Hier de geklopte, de eerste 3, althans met Dupont, Merlier en Van Kessel. Ze gaan toch nog overpakken. Ja, de Bont deed teken en Sénéchal komt nog eens naar de kop. Ja.
dan? Ze blijven gewoon geven. Hè. Ze zijn al meer dan een minuut voorop. Het is minder dan 2 kilometer en ze blijven gewoon geven. Ja. Ah, en dus als je nu de bond bent, blijf je zitten. Natuurlijk, ja. Het is natuurlijk de vraag of ze weten hoe groot het tijdverschil is. Ze horen dat natuurlijk bij de speaker, maar krijg je dat voldoende mee? Ja, je kunt ook niet omkijken. Hè? Je kunt ook niet omkijken, want als je omkijkt, zit je in dat licht te kijken van de straat. Kijk, kijk, kijk. Seneschal is naar achteraan gegaan en dan wordt er gesproken. Of is de bond gewoon wat nerveus aan het kijken? Ja, daar wordt toch iets gezegd. Ik denk dat hij super nerveus is. Aanval Stijn van den Berg. Van op kop weer, hè. Zo echt op zijn kouse voeten. Ja, dus dat was nu wel ietsje te veel getelefoneerd. 48 kilometer per uur nog. Was het daar? Gaf het daar aan? Seneschal in dat wiel van de bond gaat de bond van op kop beginnen aan die sprint. Het scheelt 2 punten tussen Seneschal en de bond. In de totaalstand. 15 en 17 voor de bond. Dus het verschil per plaats is 2 punten. De bond van op kop. Daar komt Seneschal. Daar komt Seneschal. Seneschal op de bond. Seneschal op de bond. Het is heel net, maar het is Seneschal. Het is niet net. Helemaal niet. Seneschal voor de bond. En dan Stijn van den Berg. Die wordt derde. Maar ik denk dat ze nu ex-aequo staan met de punten. En dan denk ik dat de uitslag van een tijdrit zal de doorslag geven als ze met gelijke punten zijn. En dan wint de bond. Ja, zo denk ik. Hè. Hier krijgen we nog de achtervolgers die zo meteen gaan binnenkomen met Dupont. Van Kessel en Merlier zijn nog op weg. Aan de kant van het park zitten zij nu. Ja, Seneschal veel sneller in de sprint. Op het frontale beeld leek het even een nipte strijd te worden, maar dat was het helemaal niet. Een fietslengte hield hij nog meer dan over. Florian Seneschal, hij de beste in de criteriumkoers. Het laatste onderdeel van deze N8 van Braschaat. Dus de 3 aparte winnaars van de onderdelen, die kennen we. Lars Boom, de beste in de tijdrit. Timothy Dupont was de beste in de puntenkoers. En in het criterium Florian Seneschal. En hier gaan ze nog sprinten voor plaats 4. Merlier en Dupont. En het is de Belgische kampioen die vierde wordt voor Timothy Dupont. En dan Corné van Kessel. En hier de rest van de achtervolgers met Quinter Hermans en Elio Keijsen. Dit is David Boucher. Oliver Naassen, die is er ook. Die heeft een anoniem avondonderdeel gereden, toch? Dus de bevestiging krijgen we wel dat Dries de Bond de eindwinnaar is. Dus de trofee gaat naar de man die deze sprint verliest, Dries de Bond. Hij ging er nog vol voor om zijn eindzege kracht bij te zetten met winst in het criterium. Het lukte hem niet. De Fransman Florian Seneschal was hem veel te snel af in de sprint. Wel met zijn 3e het laatste onderdeel gekleurd.
Ze hebben er strafwerk van gemaakt. Onze organisator Luc Netters voor deze geweldige universiteit hier in Brescia. Het verdient toch wel een applaus. Florian Senechal op zoek naar de finish terug, denk ik, naar de interviewtent. En hier krijgen we nog eens een sprint voor plaats 4. Met Merlier en Timothy Dupont. Corné van Kessel die het rustig vanuit de tweede lijn bekijkt. Hoe die twee strijden om een ereplaats. Het was allemaal kort en krachtig. Maar sportief toch vrij hoogstaand. De tijdrit volgegaan. In de puntenkoers kregen we wat tactische toestanden. En dan het criterium waarin drie renners zich wel degelijk de betere toonden van het pak. Deze drie in één beeld gevat. De Bond, Senechal en Van den Berg. Drie sterke mannen die uit de greep van de achtervolging bleven. Sterker nog, ze breiden hun voorsprong gestaag uit, ronde per ronde. En dan mochten ze in de absolute slotfase aan deze sprint gaan denken, waarin Florian Senechal heel duidelijk de beste was. Voor Dries de Bond en Stijn van den Berg, die knap derde wordt. Stijn van den Berg, de aanstoker van de ontsnapping. En ze hebben alle drie een redelijke motor, maar toch ook de grote motor van de ontsnapping. Ja, en ook de vertwijfeling in het pelotonnetje erachter dat ze niet direct gereageerd hebben. Om het gat, in het geval Lars Boom, moest direct gezien hebben. Ja, die mannen hebben allemaal om de ploegmaat mee. Oliver Naassen, Tim Melier, die gaat allemaal niet rijden. Dus wij moeten het nu doen. Dus niet even wachten tot ze 30 seconden hebben, want dan krijg je dat niet meer toe. Dus ze hebben ook voor mij, Lars Boom, iets te lang gewacht om het direct te gaan dichtrijden. En dat is natuurlijk, ja, als je die mannen die voorop waren 30 seconden geeft op twee ronden eigenlijk, is het gepasseerd. Mensen hebben ervan genoten. Ze hebben sportief spektakel gekregen van onder andere Dries de Bont, de eindwinnaar van deze N8 van Brasschaat. En die staat nu bij Karel Huibrechts. Gefeliciteerd, Dries. Maar het was wel spannend. Het was spannend en lastig vooral. Ik zag Stijn na vier toeren demareren. En Senechal ging in de reactie. En nu wist ik gewoon, ja, als ik met deze twee mannen weg ben, dat zijn, die rijden rap. En dat was ook, ik had dat met een voorsprong in dat klassement. Dus ik wist eigenlijk dat ik maar één plaats mocht schelen met Florian. Ja. Aan de meet. Ja, want als we dan met drie vooruit bleven, ja, dan was ik zeker van de verwinning. Daarom begreep ik niet goed toen Stijn een paar keer demareerde dat jij erachter ging. Want als hij weg was, dan moest Senechal gaan. Ja, dat is waar. Maar dat was toen. Ik wist ook niet 100% zeker of er dat we achter waren. En ik wou gewoon met drie naar de meet gaan, omdat ik wist dat ik rapper was dan Stijn. Plus ja, als je hier ook nog een keer kunt winnen, dan... Ik wou wel sprinten tegen Florian. Maar hij was sterker. Kon er meer. Maar goed, je bent de winnaar. Tweede keer achter elkaar. En dit juweel, dat we nu al even kunnen laten zien, straks op het podium krijgen. Speelde dat in je gedachten of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ze hebben er al mee naar mijn kop gesmeten. Al twee maanden aan een stuk. Als je tweede keer op rij wint, dan mag je dat juweel mee naar huis pakken. Ja, dus de druk was wel groot. Heeft Mathieu van der Poel al iets laten weten of heb je nog niet? Ik heb geen tijd gehad om mijn gsm vast te houden. Dat had je goed kunnen helpen. Dat had zeker gekund, maar ik denk dat ik hier met Tim ook een hele goede ploegmaat heb gehad. Die in de achtergrond heel goed aftoppingswerk heeft verricht, heb ik mij laten vertellen. Dus het was top.
Heel erg gefeliciteerd. Dit ding krijg je... Ja, dit ding, dat is 20.000 euro waard. Dus dat ga je op het podium officieel overhandig krijgen. Mag ik nu al even vast. Nogmaals gefeliciteerd en sterk gereden. Dries de Bond bij Karel Huijbrechts. En inderdaad, dat mooie juweel, die trofee, die mag hij mee naar huis nemen. De ploegmaat van Mathieu van der Poel. Hè. Kijk, hij is er heel gelukkig mee, Dries de Bond. Voor het tweede jaar op rij wint hij de N8 van Braschaat. En die begon met een explosieve tijdrit waarin Lars Boom de beste was. De snelste. Dries de Bond sneuvelde daar op 2/10 van een seconde. Hij werd tweede op 2/10 van een seconde van de Nederlandse hardrijder Lars Boom. En dit was de apotheose van de puntenkoers met een sprint tussen Timothy Dupont en Florian Sénéchal, de Fransman. Dupont die daar logisch de snelste was. Dupont toch veel meer sprinter dan Sénéchal, maar zo meteen, u weet het, gaan we te zien krijgen dat ook Sénéchal verre van traag is. Want na een slopend criterium over 15 ronden in de duisternis was Sénéchal de snelste tegenover Dries de Bond. Ja, dat het een goede formule is, dat twijfelt niet aan na het zien van deze wedstrijd. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik commentaar geef op dergelijke wedstrijd. Het is me echt wel boeiend, heel boeiend om naar te kijken en ook boeiend om commentaar te geven. Het is altijd wisselen van manschappen die op kop komen en dan terug die plaats verliezen aan iemand anders en dan uiteindelijk de finale moeten rijden. En dan krijg je toch nog een aparte winnaar die toch bewijst dat hij toch de regelmatigste is en niet altijd in ieder onderdeel de beste is. Maar ik vind het een goede formule. Mooi. Heel mooi. Proficiat aan de inrichters, organisatie, om dit op poten te zetten. Maar het is boeiend om naar te kijken. Misschien niets minder om het publiek die langs de kant staat, om het perfect te kunnen volgen. Want je zit met die punten, die eerste, tweede, derde en dan tijdrit en dan puntenkoers en dan een criterium. Maar voor mensen die naar televisie kijken, vind ik het heel boeiend. Ik vind het heel spannend. Absoluut, en zeker met die tijdrit en die puntenkoers vooraf. Het is ook een avondvullend programma. Dit is de uitslag van het criterium van het derde onderdeel. Dat hebben we daarnet gezien. Sénéchal die Dries de Bond klopt in de sprint. Dan Van den Berg, Merlier, Dupont, Corné van Kessel. Quinten Hermans die nog bij het pelotonnetje de snelste was. Dan Merlier die daar een tweede keer in voorkomt. Dat is even een foutje. Dan Enzo Wouters en Lars Boom die tiende wordt. En hier Timothy Dupont, de man die na twee onderdelen nog aan de leiding stond. Maar naast de eindzege grijpt, wel de puntenkoers pakte. En Timothy Dupont, die gaan we, als alles goed gaat, zondag opnieuw aan het werk zien in de Antwerpport Epic. De wedstrijd over kasseien en onverharde wegen in de Antwerpse polder. Dit is de eindstand van de Sportoase N8 van Braschaat 2019. Dries de Bond is de eindwinnaar met 2 punten meer dan Florian Sénéchal. Timothy Dupont uiteindelijk mee op het podium, hij derde. Dan volgen Merlier, Hermans, Keijsen, Van den Berg, Van Kessel, Naassen en Enzo Wouters. Ik haalde het daarnet al even aan. Zondag onder andere Timothy Dupont in de Antwerpport Epic. En wie weet zien we daar Lars Boom ook. Die staat in elk geval ook aangekondigd. De winnaar van de tijdrit.
Zondag zien we die misschien ook wel een knappe prestatie neerzetten. De ex-veldrijder kan ongetwijfeld goed overweg met die onverharde wegen van de Antwerpse polder. En dat hij over kasseien kan rijden, dat weten we al veel langer natuurlijk. Dus graag afspraak voor zondag. Om 11 uur beginnen we er al aan op ATV. En dan is Frank Hoste er ook weer bij, normaal gezien, zondag. Ja, ik kijk er naar uit. Het is ook een prachtige wedstrijd, voornamelijk met dat onverhard. Het is, en ook Lars Boom, daar verwacht ik heel veel van, want nu Roompot stopt. Zou het voor hem al handig zijn dat hij, en heeft bewezen dat hij echt wel goed rijdt. Want als je een tijdrit kunt winnen, dan ben je in conditie. En het is zijn parcours onverhard. Het is een ex-wereldkampioen cyclocross. Dus Wout van Aert is daar niet. Dus dat zijn allemaal dingen die in zijn voordeel spelen. Dus ik verwacht heel veel van Lars Boom zondag. En wie weet ook van deze Timothy Dupont. Op zijn podium gaan we afscheid nemen. Bedankt voor het kijken naar deze N8 van Brasschaat 2019. Met Dries de Bont als eindwinnaar. Graag tot een volgende keer. De puntenkoers, dames en heren, nu applaus voor Timothy Dupont. Bravo.